Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is er een nieuw pakket gelanceerd. Genaamd het Oceanië pakket. En daarin gaan we alle dieren, alle spullen laten zien. We beginnen natuurlijk altijd even met de bouwstukken. Even naar content pakket. Oceanië pakket. Er zijn echt ontzettend veel nieuwe dingen gekomen op dit hek. Nou, ik zal ze niet allemaal. Ik zal veel laten zien. Maar hier heb je ook van die tiki hoofden. Dit ook van die. Nou kijk, we hebben ontzettend veel van die netten ook. Kijk, dit wordt echt geen park omdat het mooi wordt. Hé, hey, deze is vet. Oh, die is echt te schattig. Ik weet wel welke dieren er nieuw zijn. Ik heb geen idee hoe ze er allemaal uitzien. Dus dat gaan we allemaal testen. Kijk, we hebben hier de kiwi. De pinguïn, de duivel, de kwokka en de vleermuis. Ik heb geen idee hoe die vleermuis heet. Het was iets met, wat was het? Pteropus conspicillatius. Oh kijk, hier is het beloningsbeeld. Nou kijk, we hebben heel veel nieuwe dingen. Eens kijken of er bij de planten ook wat nieuws is. Ik weet niet of je daar ook in kon. Ah, kijk, daar kan je ook. Oh nee. Ah, kijk, er zijn heel veel nieuwe planten ook. Nou, heel veel. Er zijn niet heel veel nieuwe planten, maar. Check deze bomen dan. Dit is toch gewoon ziek. Ik ben iets te blij. Heb ik door. Dus, sorry als ik iets te enthousiast ben. Ik ben gewoon echt zo lava. We hebben lava, we hebben nieuwe soorten bosjes ook. Nieuwe bomen. We hebben dit ook. Nou, ik ga het jullie allemaal laten zien. Kijk, dit zijn een beetje de spullen die nieuw zijn. Maar laten we beginnen met de dieren. En ik heb ook gehoord dat je... Oh, wow, je hebt nieuwe viewing bubbles. Heb ik gehoord. Nou, het zullen niet fantastische verblijven zijn. Nou, zo... Wordt een beetje gewoon zo plaatsen. En er zijn nieuwe viewing bubbles. Daar gaan we ook zeker gebruik van maken. Zo. Ik denk dat we die nu al gewoon gaan gebruiken. Faciliteiten. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. OC. Ja. Oh kijk, je hebt ook hele nieuwe... Oh kijk, nieuwe... Hoe heet het? Personeelsdingen. Deze. Nou, het zijn er best veel, net zoals altijd. We hebben nieuwe bankjes ook. Wat is dit? Een soort schuurding. Dit zijn de nieuwe bankjes. Ik ben iets te opgewonden, merk ik. Ik zal iets rustiger aan doen, want ik merk echt dat ik wat te opgewonden ben. Dus nou, let's go with the first habitat. Is het nieuw? Nee. Nee. Want als ik zoek... Oh, nee. Ik heb geen idee hoe dat ding heet. Even kijken hoor. Ik ben het even kwijt. Moet even heel goed kijken. Ik kan hem niet vinden. Die vinden we zo wel, maar... Misschien kunnen we ook gewoon eerst deze plaatsen. Zo. Nou, als we hierop klikken dan. Wat zit hierin? Ik zat nog bij de Oceanië. Oké. Oh, nu zit ik...
Ik zal nog bij de B. Ah, kijk hier. Wow. Hier kan die. Ja, die. Werkt die dan ook gelijk? Verblijf kiezen. Ja, deze. Ik denk dat die dan ook gewoon gelijk werkt. Nou, we beginnen bovenaan. Bij de. We scrollen gewoon naar beneden. En de eerste die we tegenkomen, die gaan wij gebruiken. Die als eerst neerzetten. Okay, het zullen voor de rest echt hele slechte verblijven worden. Ah, kijk. Hier hebben we de dwergpinguïn. We pakken er maar gewoon wat random uit. We gaan zo naar de. Brengen ze hier naartoe. We gaan wat water plaatsen ook. Ik heb trouwens ook gezien dat je deze dingen ook onder water kan plaatsen. Die bubbels. Wat water erbij. Ik ben ook benieuwd of er nieuwe verblijfsitems zijn. Dan doen we even zo dan. En nu dan? Ja, we kunnen een beetje water plaatsen. Maar als we deze dan verplaatsen. Of kunnen we deze niet. Nou, oké. Oh mijn god, zijn deze zo klein? Hoe zij ook lopen ook. Wat zijn ze voor. Oké, ik vind ze heel schattig, maar ze zien er ook echt heel erg dom uit. Sorry, maar ik vind ze echt mega schattig. We zetten even de instellingen dat ze. Nou, dit allemaal uit. Allemaal uit. Huppatee. Allemaal uit. Toepassen. We maken anders gewoon even het verblijf groter. Huppatee. Zo. Maar even zeggen, hoe klein zijn deze beesten dan niet? Ik denk dat we die bubbels even overal gaan plaatsen in elk verblijf. Ik heb wel een goed idee bij welke dat ha het handigst is. Nou, het handigst. Het beste werkt, denk ik. Kijk, we gaan het water even doorzichtig maken. Oh. Oh zo. Nou, ik. Hoe. Oh, dat vind ik echt een. Kijk dit. Dit is toch. Dit ziet er niet uit. Dit is toch te grappig. Dit is echt te grappig. Jongen. Oh. Dit is een moment waarop ik echt verliefd werd. Maakt me niet uit. Te goedkoop. Kijk hem dan ook lopen. Ik ben heel benieuwd hoe dat duiken eruit ziet. Ik vind ze wel heel mooi. De mooie blauwe kleur. Nou, we gaan eventjes naar de enrichment items. Een hol. Sinds wanneer kunnen pinguïns in holen leven? Had ik niet verwacht. Oh, deze had ik dan weer wel verwacht. Hij is aan het duiken. Oh, dat ziet er schattig uit. Is volgens mij geen nieuwe animatie of zo. Dan zetten we dit even neer. Oh. Dit neer. Ergens. En deze. Nou, kijk. Als we nou even naar de Oceanië. Pakket hoeft van mij niet per se. Kijk, dan zetten we deze bomen er neer. Oh, dit is ook nieuw. Een soort nieuw gras. Ja, er is nieuw gras. Ook wel leuk om dat zo te plaatsen. Dit is ook nieuw. Er zijn heel veel meer nieuwe dingen dan ik dacht. Plantjes zo. Oh, kijk, er staan nog mensen in. De mensen liepen net weg, maar goed. Hoe fantastisch. Dit is een van de beste pakketten, denk ik, die ik ooit heb gezien. Hé, dit is ook nieuw. Een van de beste pakketten ooit. Denk ik. Nou, dan gaan we gewoon zo door. Ik ben heel hard aan het tikken. En dan pakken we glas en dan gaan we door naar de quokka. De quokka. De quokka is denk ik wel echt de leukste van allemaal.
Wat een indrukwekkend verblijf is het ook. Zo. Deurtje erin. Trouwens, grappig feitje over de kwokka. De kwokka is het eerste dier in de game met een Q. Deze foto's ook. Ook trouwens nog een grappig feitje. Dit is het vrolijkste dier ter wereld. Dat hoofdje ook. Terwijl deze worden gebracht, gaan we eerst even naar de kwokka. Kijk, deze is ook nieuw. Kijk dit hoofdje. Kunnen ze samen... Ja, ze kunnen samen met de emu. Die had ik niet zien aankomen. In Europa kan je ze trouwens ook zien. In Stuttgart. Zijn dieren zijn 1 tot 24. Bezoeker kan habitat betreden. Ah. Nou, dat is een goed idee. Kunnen we wel doen. Ze moeten die deuren ook ooit eens een keer gaan upgraden. Die deuren zijn echt te lelijk. Trouwens, volgens mij hebben we ook nieuwe stenen. Ik hoop dat deze ook helemaal nieuwe animaties... Ja hoor, daar zijn ze hoor. Hier was ik wel echt het meest benieuwd naar. Het zijn allemaal kleine dieren, heb ik door. Allemaal hele kleine dieren. Het is een soort muisje, lijkt wel. Kijk eens ook gewoon hoe die loopt. Dit lopen is echt heel schattig. Dat huppelen ook. Ze lopen echt te schattig. Ik ben benieuwd, hebben deze ook nieuwe enrichment items? Deze? Ik ben wel benieuwd wat ze hier... Oh, ik wist niet dat ze zo klein waren. Ze zijn echt heel klein. Kunnen deze klimmen dan? Ook geen nieuwe dingen. Ik ben een beetje verliefd op de kwokka, denk ik. Ja, kijk hier. We hebben nieuwe vulkaanstenen. Ik zet er gewoon even wat stenen van deze bij. Die kwokkas die branden zich hier waarschijnlijk aan. Maar dat maakt niet uit. Eigenlijk wel. Maar goed. Kunnen ze niet gewoon rennen? Gewoon sprinten of zo? Of kunnen ze echt alleen maar zo lopen? Dit is wel een van mijn favorieten, denk ik. De eerste bezoeker komt binnen. Het is wel echt een van mijn favorieten. Nou, boeit me niet. Oké, dan gaan we hier tegenover natuurlijk ook nog een verblijf bouwen. Voor de Tasmanian Devil. De Tasmaanse duivel. Dus echt, ook die, het stukje duivel, hij schreeuwt heel, heel hard. Tenminste, hij kan heel hard schreeuwen. Deurtje in. En klaar. Dierenhandel. Tasmaanse duivel. Wauw. Het hoofd is ook vet. Ik denk dat ze maar met twee kunnen leven. Die pinguïns zitten allemaal in het water. Misschien is het ook wel grappig om hier een bubbel neer te zetten. Bezichtigingskoepel. Koepel. Oh, dat kan niet meer. Deze vet? Wow. Deze hebben ook gewoon echt een hele speciale manier van lo. Ja. Ze hebben echt een hele nieuwe animatie ook. Ik denk dat hier wel wat nieuws is. Niet? Oh, een hol. Oké. Even kijken. Nou, ik vind ze heel erg mooi. Alleen gematigd. Oh, dit is ook nieuw. Leuk. Dit is wel echt typisch Oceanië, denk ik. Ik ben al nooit in Oceanië geweest. Waarom? Met planten kan je heel echt een heel mooi verblijf bouwen. Nou, niet alleen met planten. Maar ik bedoel, als je een heel lelijke omheining hebt en je zet er wat planten in, kan je al best wel moois maken. Hier gaan we ook wat mee doen met
serie met alle dieren in één park. Sommige mensen denken dat dat helemaal over is, maar dat is niet zo. We gaan lekker verder. En dan gaan we nu naar faciliteiten. Dan gaan we naar dit ding. Denk misschien waarom. Nou, je zet een heel bijzonder dier in. Waar hangt de naam? Volgens mij. Tero. Wow. Ik vind het hele bijzondere dieren. Laten we er gewoon wel de vier doen. Dan worden er nog twee. Wow. Is het anders dan bij een vleerhond? Een vleermuis, bedoel ik. Geen stroom. En weet je wat? We gaan gewoon naar instellingen en dan gaan we naar bezoekers in. Volgens mij kan je ook gewoon als voorzien van stroom. Volgens mij is het dan niet nodig. Zo, ze zijn echt groot. Je moet je er volgens mij niet te veel van in doen, want anders krijg je volgens mij echt veel te weinig ruimte. Nou, eerlijk gezegd, ik hou wel van deze dieren, alleen het is niet zo heel erg origineel eigenlijk. Want ja, ik vind het wel super leuk. Maar het is gewoon niet zo origineel. Zo. Boompjes erin, plantjes erin. Dit pakket gaan we vaak gebruiken, denk ik. Gaan de buitenkant even veranderen. Geen. Het ziet er al een stuk beter uit. Oh ja, trouwens ook nog even die strookgordijnen. Er blijft er nog eentje over. En dat is. Moet ik even nadenken hoor. Welke waren er nou precies nieuw? Oh, de kiwi. De kiwi, de headliner of de pack. De headliner van de pack. Dus die is een beetje het populairst. En het schattigst vind ik eerlijk gezegd ook. En de kiwi, die kan je zeker in Nederland spotten. In Avifauna, niet gesponsord. En ik weet nu ook hoe die precies heet. De Noordereiland-kiwi. Wauw. Ik heb me volledig laten verrassen. Want die mensen die dan early access hebben. Geen haat, maar. Die kunnen dan een dag eerder, vind ik een beetje irritant eigenlijk. Nou, kijk. Het is wel schattig. Om zo. Je kunt hier ook een beetje alle planten zien. Maar dit is wel echt een Oceanië-pakket. Ik vind het echt heel erg Oceanië-achtig. Kijk dan. Deze is echt te cute. Deze vind ik misschien wel het schattigst van allemaal. Wat zit je lekker, schat? Ik vind ze echt heel schattig. Dan gaan we even kijken. Deze kunnen een termietenheuvel. Bij sommigen vind ik het een beetje apart. Discobal, altijd leuk. En een hol. Waar dan? Oh, dus een restaurant. Oh, dus een restaurant. Ik wist. Oh. Ah. Ik dacht dat het een
Oh, volgens mij hebben ze ook echt hele speciale nieuwe animaties. Ik vind ze echt heel mooi. Een heel mooi diertje. Oh, kijk, ze hebben echt een hele nieuwe animatie ook echt. Oh. Nou, dit waren alle dieren, als ik het goed heb. Volgens mij. Oh, hier ligt er één. Oh. Hier ligt een heel kleintje. Ja, ze zijn allemaal klein. Ik ben echt benieuwd hoe klein die baby's dan wel niet zijn. Zitten ze allebei hierin? Oh, kijk eens hoe ze liggen. Dat is ook bijzonder. Dan heb je de penguins natuurlijk. Zitten daar ook mensen in? Oh, kijk, hier kan je dan onder. Ja, ik zie een beetje hoe dat dan werkt. We gaan nu even naar de Zoopedia pagina. We zijn nu bij de kwokka. Trouwens, het is het eerste dier met een Q. 1 tot 24. 23. Maxi. Het zijn ook hele sociale dieren, merk ik. 1 tot 24 jonge mannetjes. 1 tot 24 jonge vrouwtjes. Grote mannetjes zijn dominant. Ik weet niet wat dit betekent. Relatie met mensen zelfverzekerd. Verzekerd. Ze kunnen samen met mensen. Voortplanting in gevangenschap is makkelijk. Geslachtsrijpe leeftijd is 1 jaar. Ze worden 3,45 kilogram voor 48 centimeter. Dat vind ik. Ja, ik weet niet of dat zwaar is. Oh, kijk, ze zitten twee rechts boven elkaar. Maar de vleerhond, 5 tot 35. Dominante mannetjes claimen de betere plekken in het rustgebied en krijgen meer vrouwtjes. Polygaam, ik weet niet wat dat betekent. Ze wegen 750 gram. 80 centimeter spanwijdte. Dat is echt groot voor een vleermuis. Geslachtsrijpe leeftijd is 3 jaar. Deze steriliteit, ik weet niet wat dat betekent. Ze worden 16,5 jaar. En dan hebben we de Noordereilandskiwi. De bezoeker kan de habitat betreden. Hey, ze zijn zelfverzekerd. Ik dacht dat ze schuw waren. Kan 40 jaar, dat is echt oud. Ze hebben niet zo heel veel ruimte nodig. Ze zijn kwetsbaar in het wild. Hoe gaat het trouwens met deze andere vriendelijke vrienden? Ze gaat ook niet zo goed mee. Ja, die kunnen die leven zich alleen op Nieuw-Zeeland. Ze worden 2,2 kilo tot 2,8 kilo, 50 centimeter, 2 jaar geslachtsrijpe leeftijd. Ze kunnen dus 30 jaar oud worden en 50 centimeter hoog worden. Dan gaan we door naar de volgende. Het zijn er niet zo heel veel. Omdat ik een beetje aan het zoeken ben. Kijk hier. De dwergpinguïn. Ze kan ook habitat betreden. Dat is eigenlijk bij heel veel dieren zo. Ze worden 20 jaar oud, 30 centimeter hoog. 6 tot 500 dieren. Nou, dat zijn er aardig wat. Voortplanting in gevangenschap is makkelijk. Ik zie ze alleen bijna nooit in de dierentuin. Ja. Dat. Ze worden 1,3 kilo. Even kijken, de tas. Maan. Duivel. Deze vind ik wel. Nee, dat had ik al verwacht. 1 tot 5. Dus ze kunnen in kleine groepen leven. Ze worden 8,7 kilo. Dat vind ik vrij zwaar voor een beest van iets meer dan een halve meter. Ze kunnen niet samenleven. Dat was volgens mij alle informatie over de dieren die we nu hebben. Nou, kijk, ik kwam ook achter dat als je een Oceanië plek hebt, dat je dan echt een heel eiland hebt. Dat vind ik leuk. Maar kijk, het zijn allemaal kleine dieren. Dat vind ik ook wel eens leuk voor de verandering. De vorige plek was met heel veel grote dieren, de dromedaris, de addax. Maar hier zijn alleen kleine dieren. En nog een nieuwe update feature is dat orang-oetan kan. Ja, hoe noem je dat? Ik weet het Engelse woord, maar niet het Nederlandse woord. Ik vind jou nog steeds ongelooflijk schattig. Ja, hij kan net zoals een gibbon zo aan een tak hangen. Ja.
Nou, dit was het pack voor nu. De DLC voor nu. Vond je het leuk? Abonneer natuurlijk en like. En misschien koop jij dit pakket zelf ook wel. En als je het niet kan kopen, dan kan je het hier zien. We gaan nog even alle dieren langs. De Noordereiland Kiwi. Dat is nog een update ding. Is dat de... Is dat de gewone, ja, gewone pigment, de keizerspigment. Die kan nu verschillende kleuren hebben. Maar hier de vleerhond. Oeh, die vind ik echt mooi. Deze vind ik echt heel mooi. Oké, dan gaan we door naar de quokka. Je ziet hem gewoon bijna niet. Zo klein zijn ze. De kwokken. Hoe ze slapen ook heel bijzonder. Nou, kijk, de kwokka natuurlijk. Onze schattige kleine woelmuis. Het zag ik een soort van een kruising tussen een koala, een kangoeroe en een muis. Nou, echt, het is super schattig. Let's go to the next one. Huh? Loopt je nou op het water? Tin 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 tin. Harry Potter. The Little Blue Penguin. Nou, vond je het leuk? Abonneer en like. En tot de volgende.